De supporters van Sint-Truiden hebben hun huiswerk gemaakt. Een indrukwekkend spandoek, staaien, brandweer. En het thuispubliek heeft er dus zin in. Nu nog de 22 gladiatoren die het veld betreden. Sint-Truiden ontvangt Club Luik. En niemand die hier met minder dan een overwinning genoegen neemt. Al is enige voorzichtigheid toch wel geboden. Want herinner u wat Lierse enkele weken geleden overkwam tegen Luik. Een 1-4 afstraffing toen op eigen veld. Ze kunnen dus voetballen, Club Luik. Terwijl we hier kijken naar een aanval van de thuisploeg. Vroeg in de wedstrijd, Wilmek kan oprukken en Wilmek kan ook trappen. Een niet onaardige poging van Wilmek. Net op tijd speel klaar geraakt, maar zijn schot miste toch wel richting. Sint-Truiden mist een aantal spelbepalende spelers. De twee Marken, Hendricks en Wagenmakers. En ook Sander de Broe is er niet bij. Sint-Truiden nog eens met een hoekschop en een kopbal van Sidibey. Net over het doel van Govoni. Maar het initiatief in de beginfase van de partij komt duidelijk van de thuisploeg. Twee kansen. Kansjes voor Sint-Truiden. We zijn goed 5 minuten ver. En vooral voor die Wagenmakers is het natuurlijk balen. Hem zien we een tijdje niet meer. En tegen Antwerpen scheurt hij op Kiné. De redding van Mignolet en van een brand. Een fase moet redding brengen voor de lijn. Een leuk begin is het van een aangename partij toch wel. Het schot van Kiné, de redding van Mignolet. En dan in de herneming de poging van een brand. Vrij trap Sint-Truiden. Siani maakt zich klaar. Siani, schot geblokt. Chimeza neemt over. En Govoni moet gepast ingrijpen. Op het schot van Sepas Chimeza. Dicht tegen de rust staan. Vrij trap naar Nicolas Lacroix met wat ruimte op de flank. Kan voorzetten tot bij Van den Brand. En dit was dicht bij de openingsgoal. Hierop sta je bijna de 0-1 voor Club Luik. Op de poging het schot van Van den Brand na een goede voorzet van Lacroix. Maar het blijft bij 0-0. Daarmee trekken beide ploegen richting kleedkamer. Scheidsrechter Michel Winter maakt er een eind aan. Nederlandse scheidsrechter hier. En Winter is al lang blij dat hij geen fles water naar zijn hoofd heeft gekregen. En dat was vorig weekend wel het geval in Nederland. In de partij tussen Haarlem en Fortuna Sittard. Het zijn natuurlijk brave supporters hier op Staaien. De tweede helft, Sint-Truiden voert de druk op. Govoni moet gepast ingrijpen op het schot van Siani. Nog niet afgelopen, Wilmek probeert hem in de hoek te leggen. Maar Govoni is niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Zolang het 0-0 blijft, kan het alle kanten uit. Lacroix kan niet voorzetten. Daar is hij en daar is ook Le Gros. En het staat 0-1 voor Club Luik. En de meegereisde supporters, met zo'n 800 zijn ze. En ze maken er een leuke boel van. Efficiëntie, daar draait het om in voetbal. En Club Luik is efficiënt. De voorzet van Lacroix tot bij Le Gros. En 0-1. En kan Sint-Truiden reageren? Ze moeten wel. Wilmek tot bij Pospisil controleren en trappen. Net over Michael Pospisil. Zitten in de absolute slotfase. De controle en het schot van Michael Pospisil. En Club Luik krijgt ze de bal niet weg. Peter de Lorge en 1-1. Ja, dan toch het doelpunt van en voor Sint-Truiden dankzij Peter de Lorge. Als een duiveltje uit het doosje was hierbij om die fout daar achteraan bij Club Luik genadeloos af te straffen. Helemaal op het einde gaat de bal er toch in. 90 minuten zwoegen en zweten. Met als resultaat een puntendeling. Dat is geen goede zaak voor Sint-Truiden wat het klassement betreft. Maar gezien het verloop van de partij zullen ze toch tevreden zijn met dat ene punt. De eindstand hierop staan je Sint-Truiden, Club Luik 1-1.